Hi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Gomez Mercedes-Benz. Vandaag staan we op een bijzondere locatie en zullen jullie wat meer vertellen over de nieuwe CLA Coupé. Wat meteen opvalt bij de CLA zijn de twee powerdomes op de motorkap, wat de auto een gespierder uiterlijk geeft. Ook opvallend zijn de koplampen die net even anders gevormd zijn dan bij de A-klasse. Verder is deze auto uitgerust met AMG-lijn, ons sportpakket. Dat wil zeggen dat je de agressievere bumpers hebt en de mooie diamond grille. En deze auto is ook uitgerust met onze nieuwe kleur, berggrijs Magna. Waarin de CLA Coupé zich onderscheidt binnen het compacte segment, zijn onder andere de coupé-achtige lijn in de carrosserie, de deuren zonder deurlijst en het ontbreken van de lijn in de carrosserie aan de zijkant, wat het gespierde uiterlijk van de CLA benadert. De CLA is beschikbaar met tal van opties, waaronder het Keyless Go comfortpakket, waarbij je de sleutel niet meer nodig hebt om de auto te openen of af te sluiten. Een leuke feature van dit systeem is het Easy Access systeem, waarbij als je je handen vol hebt, je de achterklep kan openen met één beweging van de voet. In het interieur van de CLA vallen een aantal dingen direct op. Digitale widescreen cockpit en de turbinevormige luchtuitlaten van het airconditioning systeem. Ook de afwerking en het materiaalgebruik is hoogstaand zoals je gewend bent bij Mercedes. Overal heb je Lederlook Artico met mooie stiksels, houtafwerking en natuurlijk sfeerverlichting rondom in de auto die een extra touch geven aan het interieur. Het nieuwe MBUX systeem is op verschillende manieren te bedienen. Om te beginnen heb je in de middenconsole een touchpad. Eigenlijk werkt dat vergelijkbaar als met een laptop. Het werkt snel, je kan erop drukken. Je kan hem ook bedienen zoals bij een telefoon of een tablet. Je kan dus pinchen zoals dat heet. Ook kun je het menu bedienen vanaf de touchpad op het stuur. Dus tijdens het rijden kun je eigenlijk het hele systeem met je duim bedienen. Daarnaast is het ook een touchscreen. Dus ook met het scherm zelf kun je alles bedienen. Het linkerscherm in de cockpit heeft ook zijn eigen bedieningselementen op het stuur. Dus je kan eigenlijk het hele menu doorbladeren met je linkerduim. Een leuke feature is dat je ook de look en feel van het hele systeem kunt aanpassen. Dus als je andere tellers wil, dan kan je dat instellen. En je kan ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld de navigatie hier te zien. En in de meeste auto's is het ook mogelijk om een fullscreen navigatiescherm aan te zetten. Een hele mooie highlight van het nieuwe MBUX systeem is natuurlijk ook het spraakgedeelte. We kunnen de auto aanspreken alsof het een persoon is. Hey Mercedes. Zegt u het maar. Sfeerverlichting rood. Oké, ik verander de kleur. Nou, op die manier kun je eigenlijk het hele systeem, dus navigatie, bellen, radiozenders wisselen, maar ook allerlei functies in de auto, bedienen via spraak. Wilt u meer informatie over de nieuwe CLA? Dan bent u van harte welkom in een van onze vestigingen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.